je nou? Ja. Dat is echt een verhaal. Dat is wel erg. Ja! Hoi! 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 Even blok maken. Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe GTA 5 Yaratech aflevering. GTA 5 bestond nog niet toen jij begon met YouTube. Maar nee, je klinkt wel hetzelfde. Ja, ik heb er niet zo'n zin in. Maar ik lig wel eerst. Wow, lig eerst er! Ik ga veel te hard! Ja, dat moet je niet doen, dan moet je langzamer gaan. Ja, dan moet ze een bord daar neerzetten. Oh fuck, ik. Oh, wat een mogol ben ik. Wauw. Ik kan wel zeggen dat ik een mogol ben. Nee, dat vind ik, daar mag je niet mee schelden met dat soort dingen. Zeg maar dat ik daar noob was. Je bent echt een mogol, ja jongen. Ja, dat weet ik. Jullie kunnen allemaal lekker de pot op. Of beter land ik. Vieze. Eerste plek. Ik lig. Tweede, ah oh, fuck. Oh, waarom Chris, die ligt weer. Chris! Ligt eerst met 35 seconden voorsprong. What the fuck? Chris die gaat eraan, jongen. Hashtag kut Chris. Ja, dat zeg je toch niet tegen iemand zomaar? Jawel! Dat is zijn naam toch? Kut Chris NL. Jij hebt altijd geluk weer, ja, hè? Nee, dit was geluk. Ja, moet je even nagaan hoeveel geluk Chris heeft met dat naar beneden springen. Jij zit vast. Ja, moet je even losmaken. Hoeveel seconden loop ik nu? Wat doe je nou allemaal? Are you fucking kidding me, gek? Oh, daar gaan we. Holy fucking shit, ik had geluk. Jij hebt altijd geluk. Hou je mond nou. Nee, dat heb ik door, ja. Jij hebt altijd geluk, hoor ik alleen maar. Kijk, nee! Ik zie je naar beneden vallen, klopt dat? Wauw, wat een fucking stront. Nou, ik weet niet of we nou weer stront moeten mee. Ja, nee, ik sta geen eerste meer. Wat een kutzooi. Nee. Nou ja, ik ben nog wel tweede. Godnonde... 41 punten voor jullie. Ja, het is zuur, als ik hem had geland, dan was ik eerste. En hij landt! Dion die landt, terwijl hij van het dak helemaal flikkert! Nee, dat dak je door, moet gewoon ja. Eventjes die passagiersstoel moet je even weg uit je auto gooien, ja? Of de McDonald's een keer overslaan, moet ik denken. Ja, dat is ook wel handig. Oh, hashtag hard. Volgens mij ging jij te hard. Ja, en die events gaan te slacht. Te slacht. Ik ga slachten. Ik wou zeggen, die gaan te zacht, maar ik weet niet wat er eigenlijk uitkwam. Maakt verder ook niet uit. Nou niet meer. Oh. Nou ligt het er is al iemand gefinished, dat is jammer jongen. Deze. Is het praktisch. Nee, nog lang niet. Oh, nou, ga even door dan. Nee, dat is hartstikke irritant man voor de mensen die de video kijken. Ja, jij begint kijken. Ja, ik vloog in de lucht. Dus ik wou gewoon even laten horen hoe lang ik wel niet in de lucht hing. Zo, ja, dat was wel lang. Ik ben vierde. Is dat goed? Nou ja, nee. Die vraag kun je zelf beantwoorden. Ah, kak. Dat is niet echt heel bijzonder, nee. We moeten winnen! Ja. We hebben nog één kans vandaag. Eén kans? Nog één kans, ja, de laatste race. Oh, dan ben je niet. Ja, jawel. Ik ga een klacht indienen. Hoppa. Oh, een walrijd, Jan. Ja, dat zijn er drie, want het zijn drie laps. Meen je dit? Wauw man, what the fuck is dit Chromo? Leg jij hem eens uit? Ja hoor, de wallride gebeurde me nou weer dan. Ja nee. Ik rem opeens af in de wallride. Ik krijg die check. Oh, ik heb hem niet. Okay. Ik heb die checkpoint aan. Maar hij rende in één keer af in de wallride. Is het een moeilijke wallride? Nee, hè? Nee, hij is super simpel, maar mijn wallride remt in het af. Ja, weer hetzelfde what verhaal. Fuck? Heb ik hem nou? Ik weet niet waar ik wat ben. Een oma kotser is dit zeg. Ook echt boven op het gebouw, want ik kan die checkpoint toch oppakken. Nee, dat kon ik ook niet. Dat heb ik al twee keer gehad namelijk. Oh. Oh. Dus gaan we fijn het doen. Fijn dat je het ook zegt. Ik heb een faal. Ik heb een faal aflevering, man. Chromo. Ja, wat is er nou weer? Oude jankbal. Ik heb een faaldagje. Waarom? Ja, ik weet het niet. Het lukt niet. Dat is niet best. Mijn auto remt gewoon kaart af. Waarom remt je auto af? Ik lig weer op dat kutdak. Ja, dat had ik net ook twee keer. Godnonde, Su, heb je hem al gehaald of niet? Ja, ik heb hem gehaald. Ah, ik ga gewoon DNF krijgen. Dit gaat de allereerste DNF worden eerste. Volgens mij in deze hele serie. Het is een wallride, Jan! Zelfs ik heb hem gehaald, dat is het allerergste. Ja! Jan! Ja? Yeah. Teug mee een banaan! Nop. Vind je dat niet lekker? Nop. Ah. Jammer. Ik sta laatste. Oh. Je staat laatste? Ja. Ik zeg toch, ik faal keihard vandaag. Wie legt er nou een lantaarnpaal voor de schans nu waar ik overheen moet? Jongens.
Nou, ik heb nou pech. Er ligt een lantaarnpaal op de weg. Oh, dat rijmde! Woehoe. Ja, dat was niet de bedoeling. De lantaarnpaal heb ik nou weggebeukt, dus nu kan ik eindelijk die scheidsgans hier ik al halen. Ik lig 2 minuten achter op degene die eerste staat, dus ik heb een lekker rondje neergezet, hoor. Ja, ik merk nu wat jij altijd doorstaat met mij samen. Ja, precies. Dat was ook mijn plannetje, weet je. Wat, nogal wat? Ja, je moet 3. Was het, man. Dit was mijn plan. Ik wilde gewoon eventjes jou laten voelen hoe ik me altijd voel. Ik deed het expres. Oh, nee, ik vind het niet erg. Nee, vind je niet erg dat ik fucking 9e sta, 8e sta? Oh, dan lig je vlak achter ja, mij. Ja, dat weet ik. Ik hou je nog bijna in ook. Terwijl ik 2 minuten deed op die kut wil rijden. Ja, je had hem net in 1 keer. Ja, dat klopt. Ja, het ging gewoon te goed met ons. Weet je. We dachten, weet je, we gaan nog niet winnen. We gaan nog even gewoon... We gaan jullie nog wat hoop geven, terwijl jullie... Ah! Dit, wij gunnen jullie gewoon een keer. We gunnen jullie de win, weet je. We gunnen jullie de victory. Ja, want weet je wat het is? Wij houden niet van DNF halen. Ah. Nee, maar dit doet het laatste... Oh, ik ben gefinished op de laatste seconde! Ik niet. Ik heb hem gehaald. Kak, man. Maar kijk nu. We hebben het gewoon wat spannender gemaakt. Maar dit hebben we allemaal, dit is allemaal een scène gezet. Het is allemaal expres. We hebben tegen de abonnees meegereisd. Zal ik het anders even uitleggen? Oh ja, leg je uit. Het was gewoon een lulsmoes. We bakten er gewoon deze race niks van. We zijn gewoon eerlijk. Dat klopt. Ja. Wat een je kunt er omheen draaien, maar het was gewoon dikke ruk het deze was gewoon. Ik heb snelste lap! Hoi, 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 hoi! Oh, kun je dat zien? Oh, ah, ja. Sorry. Ja. Oké, dan gaan we door de Eiffeltoren, hoor. Oh, dat vind ik wel leuk. Weet je wie de Eiffeltoren heeft gemaakt? Nou? Meneer Eiffel. Goed zo. Weet je waarom de Eiffeltoren driehoekjes heeft overal? Nou? Dat is heel sterk. Illuminati. Nee. Dat is het sterkste wat er is. Ja, dat klopt, ja. En nog eentje. Weet je wat er boven in de Eiffeltoren zit? Nou? Een restaurant. Nog eentje. Ja, hallo. Weet je waar de Eiffeltoren zich bevindt? Geen flauw idee, Chromo. Parijs. Echt? Ja. Oh, dat wist ik niet, man. Ja. Hoe weet jij al die dingen, joh? Oh, ik heb 2 minuten door de bocht. Ik heb 1 iemand te kunnen inhalen, fuck. Hoe kun je hem cheaten als ik vraag? Ja, ik remde bij die schans die omhoog gaat, zeg maar. Hier is de finish, man. Ah, kak! Ah, barbecue saté eerste. Oh, ik haal er nog bijna in ook, jongen. Ik maak de sneller de bocht. Oké, puntje erbij voor jullie, jongens. Eerlijk is wat een geluksvogel. 44 punten voor jullie, 23 voor ons. Het gaat echt spannend worden, kutzooi. Ah. Wie staat er eerste? Ik niet. Bakkerij. De bakkerij? De bakkerij staat eerste, man. Ah, nee, hè, de bakkerij weer. Ik zal maar uitkijken voor de bakkerij. Want ik geloof... Loof in jezelf! Ik ben van de fucking klote ding afgereden. Oh, dat is niet een slim. Ah, kak! Wie zet er hier... Deze race weer. Nee, dit is een andere. Oh, deze andere race weer. Ik weet welke jij bedoelt, maar dit is een andere. Hij ziet er wel uit alsof ik hem vaker heb gedaan. Ja, ik ook, ja, maar het is een andere. Let maar op als je in de walrijd zit. Ik sta hier. Oh, nee, er rijdt nog een pro mee. Nu Mu, hij is er weer. Ik wil winnen. Kutzooi. Kom maar, moedig maar aan, man. Ik sta eerst. Oké, je kunt het, jongen. Oh. Ah, de walrijd is niet zo moeilijk dit keer. Nee, klopt. Want ik had hem in 1 keer, dus dan is die moeilijk. Nou, dan is die meteen niet moeilijk, hè, als jij hem in 1 keer hebt. Nee, dan is die echt een eitje. Nee, dat weet ik. Oh! Ik hoor een bom. Ik hoor een bom, Jan. Hai, mond. Wat? Wat doe je nou, Jan? Jan, wat? Ik hoor je huilen. Wat is er je nou, Jan? Je fucking moeder. Zeg toch? Je zit te huilen om niks, man. Wat heeft iemand al... Go! Go! Gassen, halen! Hoe kan ik eerste staan? Ik ben eerste! Ik ben eerste! Ga halen! Wat? Snel! Ik heb hem! Ja! Eerste! Ik spal verkeerd op! Puntje erbij voor ons! Waar gaan we, Chromo? Oh! Ja hoor, ik ben een onderzeeër! Hey, jij? Oh, ik heb hem! Nice. Ik heb hem ook. Hij moet ook weer terug, Chromo. Oh, dat is chill. Wie? Hey, Chromo! Ja? Ik heb hem 2 keer gehaald, ik ben bij lap 2. Ik ben eerste. Nice. Ja. Hou vol, dikke rol. Oh nee, die kut Numu ligt achter me. Die vent is te goed, man. Hij zat laatst in een livestream, hè, die Numu. Chromo.
promo. Suicide. Even. Ben je serieus? Even. Sst. Je bent ook zo'n varken, jij, hè? Je gaat het toch niet aan het eind hier weer verpesten, zoals ik al zei? Ik zag je voorbij rijden. Hé, ik heb hem nou in één keer! Ja, hoor! Rijd door! Ja! Bam, bitch! Woe! Seizoen gewonnen! Ja, la! Seizoen gewonnen! Ja! Ja! Kijk, natuurlijk gefeliciteerd. Dankjewel. Maar, ik had de walruit gehaald. Ik kwam bovenaan. Het is geen walruit. Ja, weet ik veel. En ja, de spiral. Ik was bovenaan. Ja. En toen, bovenaan ging ik te zacht. Dus ik kwam niet boven. Je moet volle snelheid de hele tijd hebben, man. Maar Chromo, ja, dat maakt niet uit. Want we hebben de Jartek-serie gewoon gewonnen met z'n tweeën. Ja, dat wist ik ook wel dat ik ging winnen. Klap. Maar dan heb ik een vraag aan jou, Chromo. Ja. Nee, donder op, joh. Nee, ja, nou, dan ga ik je wat anders vragen, man. Joh. Dat vind ik dan ga ik je wat anders vragen. Seizoen 2, mensen. Bye bye.